Deelnemers, start vrij. Start vrij voor de 9e koers, dames en heren, de Bordeauxprijs, paarden achter de auto. Nummer 2, Samat Naur Baba met Jaap van Rijn, de 3, CSH, Willem van der Pijl. Nummer 4, Ballantyne V en Rob van Toor, de 5, Diablo Boko met Hugo Langeweg senior. Nummer 6, Alwin Dalimo, Wim van der Mespel, de 7, Naomi Di Quattro, Frans van der Blonk, paarden achter de auto. Nog 200 meter. Honderd meter nog. 50 meter, 30 meter. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start Diablo Boko die direct de leiding heeft genomen. Diablo Boko is de leider en daar komt Cesar H. Die gaat er een harde koers van maken. Die gaat in het tweede spoor naar het front en neemt de leiding over. Diablo Boko tweede, Samat Naur Baba ligt derde. In vierde positie volgt dan Ballantyne V en achter Ballantyne V is het Alwin Dalimo. En laatste van het peloton is het Naomi Di Quattro. Paarden komen de bocht uit en zijn op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Met nog altijd Cesar H. Cesar H. die heeft het front opgezocht. En die mag daar vooralsnog van zijn concurrenten blijven liggen. Heeft twee lengte voorsprong. Diablo Boko tweede. In derde positie Samat Naur Baba. In vierde stelling volgt Ballantyne V. Alle paarden in de ganzenpas. Voorlaatste Alwin Dalimo. En laatste Naomi Di Quattro. Paarden komen voor de eerste maal langs de intersectie van de banen. En daar leidt Cesar H. Cesar H. maakt de tempo met Willem van der Pijl. Op de tweede plaats Hugo Langeweg senior met Diablo Boko. Derde is Jaap van Rijn met Samat Naur Baba. De vierde plaats voor Rob van Toor en Ballantyne V. Vijfde Wim van der Mespel Alwin Dalimo. En zesde zijn Naomi Di Quattro en Frans van der Blonk. Paarden gaan de Klingendaalbocht in, gaan op weg naar de overkant van de baan. Met Cesar H. die nog altijd de tempo bepaalt en de koers maakt. Met op de tweede plaats Diablo Boko. En zo gaan we naar de overkant, nog 1000 meter van huis, half koers. Samat Naur Baba ligt nog altijd in derde positie. De vierde plaats is dan voor Ballantyne V. En daar komt aan de buitenzijde enige actie. Want het is Naomi Di Quattro die Alwin Dalimo verwijst naar de laatste plaats. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Komen nu zelfs langs het laantje van Jochems en een demarrage van Cesar H. nu anderhalve lengte voorsprong. Diablo Boko die zal dat gat inderdaad wel weer dichter rijden. En hij is inderdaad alweer genaderd tot de leider. Op de derde plaats Samat Naur Baba. Dan volgt dan Naomi Di Quattro met Ballantyne V en Alwin Dalimo. Paarden zijn halverwege de laatste bocht en Cesar H. is nog altijd de leider. 500 meter nog van huis. Cesar H. met op de tweede plaats Diablo Boko. Op de derde plaats Samat Naur Baba. Die wordt naar buiten genomen voor een aanval. En daarachter volgt Naomi Di Quattro. We zijn in de laatste rechte lijn. Nog 400 meter te gaan. Cesar H. heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Diablo Boko. Daarachter volgt Samat Naur Baba. Ze maken nog weinig impact op de leider als ze weer langs de splitsing van de banen komen. En daar komt Diablo Boko nu. En die komt naast Cesar H. maar ook Samat Naur Baba. Die komt in het derde spoor naar voren. En zo wordt het nog een ontzettend spannende eindstrijd in het midden van de baan. Diablo Boko. Daar komt Samat Naur Baba. Samat Naur Baba. Ja, van Rijn nemen de leiding over. Winnen de Lucky Last. Op de tweede plaats Diablo Boko. Cesar H. derde. Op de vierde plaats Alwin Dalimo. Dan Naomi Di Quattro en Ballantyne V.